ben sinds 2010 politiek actief. Ik ben opgestaan als burger die zelf een paar keer tegen de overheid aanliep, maar daarin wel heel veel steun vond, vaak bij gemeenteraadsleden. Toen dacht ik van, nou, als er iets in je buurt gebeurt wat niet goed gaat en je wilt het veranderen, zul je toch steeds bij de politiek aan moeten kloppen. En op een gegeven moment was ik zo ervaringsdeskundig dat ik dacht van, nou, je kunt ook aan de andere kant gaan zitten. Als je nou in de politiek zit, kun je misschien voorkomen dat het steeds zo, dat die burgers aan de bel moeten trekken, omdat je dan bijvoorbeeld hen vroegtijdig vraagt om input bij plannen en dat je gezamenlijk tot betere plannen komt, dat de burgerbetrokkenheid groter is. Ik denk, je kunt beter aan de voorkant dan een aantal dingen gaan organiseren dan steeds aan het eind aan de bel te moeten trekken. Dus dat was voor een van de motivaties voor mij om politiek actief te worden. Er werd een besluit genomen waarvan ik vond dat een landelijk besluit waarvan ik vond dat het niet democratisch was. Niet democratisch gelegitimeerd was, om even lastige woorden te gebruiken. En ik liep daar op stuk landelijk, maar de gemeenteraad, gemeenteraadsleden die hielpen mij enorm om dat wel onder aandacht te brengen en te proberen die democratische route wel te belopen. En daarom is het ook voor mij toch steeds het idee van, je moet vooraan zitten met bewoners en vooraf draagvlak zoeken voor besluiten en op de juiste momenten inspraak organiseren. Daar kun je heel veel problemen mee voorkomen. Gemeenteraadslid zijn is een nevenfunctie. Ik werk 20 uur ongeveer als logopedist. Ik werkte fulltime. Ik ben teruggegaan in een aantal uren dat ik zelf praktijk voer. En ik werk veel meer dan 20 uren dan wat er gevraagd wordt hier voor de gemeente aan het gemeenteraadswerk. Nee, dat is niet altijd goed te combineren. Maar het kan alleen maar als je dat ontzettend, dat het eigenlijk ook je passie is. Als je het niet erg vindt om op zondagmiddag al met al je stukken te beginnen. En als je het niet erg vindt als dat je al een dag gewerkt hebt, dat je daarna nog 's avonds een fractieoverleg gaat doen. En als je het niet erg vindt om soms, net als nu, tussendoor vrij te nemen. Maar ik ben zelfstandig ondernemer. En ik hoef alleen maar aan mezelf als baas te vragen of ik die uren ergens anders kan compenseren. Ik denk, als ik een andere baan zou hebben, dan zou ik het veel nog moeilijker kunnen combineren. De tijdsinvestering is gewoon veel groter dan vooraf gevraagd. Maar het plezier wat ik erin heb is ook nog veel groter dan ik vooraf ooit had gedacht. Dus het is ook wel, ik vind het ook heel mooi om voor de stad te mogen werken. Nou, laat ik dan als eerste flexibiliteit. Je hebt uithoudingsvermogen nodig. Je hebt niet direct voor ieder nieuw plan wat jij wilt invoeren direct draagvlak. Dus je hebt uithoudingsvermogen nodig. Gemeente gaat iets langzamer dan bedrijfsleven, maar je moet ook meer mensen meenemen. En dat komt ook overeen met wat ik zei, van je moet echt zorgen dat je vooraf ideeën goed onder aandacht brengt. Dat geldt bij andere gemeenteraadsleden, maar dat geldt dus ook voor bewoners in de stad Rotterdam. Je moet flexibel zijn. Je bepaalt niet in je eentje het beleid van de stad. Je zult altijd draagvlak moeten vinden. Je zult altijd moeten klaarstaan. Je bent een volksvertegenwoordiger. Op het moment dat ik gebeld word omdat er iets aan de hand is ergens en er is echt, dat kan ook echt letterlijk hulp nodig zijn omdat er een boom gekapt wordt of dat er een ondersteuning gevraagd wordt om je bij een besluit wat genomen is te betrekken en je te oriënteren wat daar de gevolgen van zijn, dan moet je klaarstaan voor die bewoners. Dus je bent echt, je moet super flexibel zijn om die vragen van de stad Rotterdam te vertalen naar beleid in de raad en die volksvertegenwoordigende rol goed uit te kunnen oefenen. Ik ben nu bezig, wat heel belangrijk is, vind ik, een taalinitiatief. Er zijn heel veel Rotterdammers die niet goed mee kunnen, omdat zij niet alle brieven kunnen lezen die wij sturen. Maar die bijvoorbeeld ook niet gezond zijn, omdat ze eigenlijk ook de bijsluiters niet kunnen lezen. Maar waar ook een volgende generatie Rotterdammers last van heeft, omdat bijvoorbeeld de ouderbetrokkenheid moeilijker gaat als jij niet weet welke brieven jij van school krijgt, is het heel erg moeilijk om een soort vicieuze cirkel te doorbreken. En ik wil heel erg graag dat taal leren, taalvaardigheid hoger op de politieke agenda komt. En ik denk dat we daar namelijk met z'n allen wat aan hebben. Je moet je nek durven uitsteken. Als je in de raad gaat, omdat je daar op een stoel wilt zitten, gaat er helemaal niets gebeuren. Dus je moet zelf initiatief nemen. Als ze er al waren, had een andere ze al bedacht. Dus je moet altijd proberen aan verandering te werken en altijd proberen iets nieuws naar voren te brengen.
Het kan zijn dat er nog helemaal geen draagvlak voor is en dat je daarmee ook je neus stoot. Maar heb je het niet gedaan, heb je het niet geprobeerd, gaat er niets veranderen. Dus je moet eigenlijk altijd op de voorgrond durven treden, je nek voor de dingen uitsteken. Je staat daar voor plannen van bewoners, maar je kunt dus ook de deksel op je neus krijgen. Hier in Rotterdam wordt alles wat er gebeurt in de raad wordt vastgelegd, geregistreerd. Op het moment dat je in een debat volkomen onderuit gaat, omdat je iets bijvoorbeeld niet goed hebt bedacht van tevoren, is dat een blooper die je tot in lengte van dagen blijft achtervolgen. En daarmee is de lat ligt hoog, maar ook de druk ligt hoog om het altijd in mijn beleving echt goed te doen, goed te doordenken en goed voor het voetlicht te brengen. Wat een ander punt wat moeilijk is aan het raadswerk, dat is soms de heftigheid van het debat. Ik hou heel erg van een eerlijk debat, ik hou heel erg van een fel debat ook. Ik sta graag voor wat ik vind. Ik zal zelf altijd op de bal spelen, nooit op de man. Maar soms gebeurt het in de Raad van Rotterdam wel dat er ook op de man wordt gespeeld. Nou ja, je hoeft jezelf daar niet toe te verlagen, maar het gebeurt wel en je moet daar wel heel sterk voor in je schoenen staan om daar dan mee om te kunnen gaan. Ik vind het een fantastische baan en ik denk ook dat je als je dingen wilt veranderen, dan kun je dat soms maar beter van binnenuit doen dan van buitenaf. En als ik graag wil dat de Rotterdamse gemeenteraad op een fatsoenlijke manier met elkaar debatteert, geef ik daar gewoon graag het goede voorbeeld in.